ergens hier ver vandaan, waar paddenstoelen huisjes staan. Daar woont een volkje vrij en blij. Soms dreigt er gevaar van die tovenaar, want Gargamel vangt smurven waar hij kan. Ik haat smurven! Maar wij zijn... Ik krijg jullie nog wel! Ik krijg jullie allemaal! Al is het het allerlaatste wat ik doe! Ik krijg jullie nog wel! Naar hem? Twijfel, de bal, de bal! Schiet op, schop de bal naar een ander. Doe niet zo dom. Als je zelf een doelpunt maakt, krijg jij alle eer. Nee, als ik de bal naar Brilly schop, is hij blij. Tenzij ik verkeerd schop. Misschien moet ik maar niet schoppen. Deze smurf kan absoluut niet beslissen. Maar als ik op het doel schiet, kan ik scoren. Maar ik kan missen en... Hij is hopeloos. Deze keer moet ik het met hem eens zijn. Verslagen vleermuis, waarom schoot je die bal niet, Twijfel? Nou, aan de ene kant wilde ik, maar toen weer. Oh, laat maar. Soms zou ik wel willen dat ik wat makkelijker kon beslissen. Dan zijn nu je zorgen voorbij, Twijfel. Ga maar mee. Mijn lesprogramma Brilsmurfs 3 stappen naar snel beslissen is perfect voor jou, Twijfel. Stap nummer 1. Welk boek wil je het eerste lezen? Nou, dit boek kan goed zijn, maar dat andere kan ook goed zijn. Abso Smurf, correct. Beide boeken zijn even goed, omdat ze allebei geschreven zijn door mij, Brilsmurf. Stap nummer 2. Kom deze kant maar op. Goh, het is niet zo moeilijk. Stap nummer 3. Het doolhof. Je moet kunnen beslissen om hieruit te komen. Oh, als ik die kant op ga, is het misschien goed, maar het kan ook verkeerd zijn. Maar misschien... Dit leidt rechts, maar het kan ook links zijn. Misschien kan ik beter stilstaan. Twijfel! Jane, Brady, misschien moet ik... Ja, het wordt al laat. Ik denk dat ik hem maar moet gaan redden. Een smurf kan hier echt verdwalen. Ha! Help! Help! Knutsel, wat gebeurt hier? Nou, weet je, Brilly was er... aan het proberen om Twijfel te leren beslissen. Het was zo simpel, een baby kan het ook. Doolhof, daar liet de smurf toch geen beslissingen nemen. Je moet hem in een noodsituatie brengen waar hij moet beslissen om te overleven. Overleven? Je bedoelt een overlevingstest? Inderdaad. Botige, dat is precies wat ik had gedacht. In feite is het stap nummer 4. Maar je zei dat er maar 3 stappen waren. Dit is de gevorderde cursus. Brrr, dat werd tijd, langzame leerling. Ik bevries hier. Nou, dit zijn alle kolen die je kreeg, Kagi. Totdat je je rekening betaalt. Wat? Dat is de druppel. En het laatste eten. Je hebt genoeg rekeningen, Gagi, maar geen verwarming en geen eten. Ik ga hier weg. En waar dacht jij heen te gaan, waardeloze nietsnut? Wie weet, misschien kan ik een baan krijgen bij een rijke tovenaar, zoals Balthazar. Ha! Mijn peetvader zal zich nooit betten. Grijntje, dat is het. Ja! Schiet op, schiet op! Jij gaat werken bij Balthazar. Oh ja? Ja, maar je werkt er eigenlijk voor mij. Kale kangeroe, Brilly.
Brilly, is dit niet ver genoeg? Ik denk het wel. Zo, Twijfel, nu moet je de weg naar het dorp vinden. Alleen. Alleen? Deze overlevingstest zal je voor altijd leren om beslissingen te nemen. Vergeet niet wat ik je leerde, Twijfel. Volg de sterren. Nou, als ik die ster volg, moet ik daarheen. Maar als ik die volg, moet ik daarheen. Deze overlevingstest dwingt Twijfel om zelf te beslissen, maar we kunnen hem maar beter in de gaten houden. Nou, ga daarheen en breng me die goudbakformule. Vergeet onze afspraak niet, Gargi. Ik krijg de helft van het goud. Denk eraan, de formule ligt in Balthazar's toverkamer in een groot gouden boek. Wat heeft dit te betekenen, onbeschaafde schelm? Vergeef me, sire. Geef een arme jongen onderdak tegen de bittere kou. En dan maak ik voor u schoon. Deze oude kastelen worden erg vies, mijn heer. Nou goed dan, hardnekkige zwerver. Maak het dan maar schoon. Ha! Ik slaap straks op een satijnen kussen als ik die goudformule vind. Oh, donder is niet gevaarlijk. Maar ja, bliksem wel. Balthazar's kasteel. Ik kan daar niet in gaan. Maar ja, het ziet hier ook niet erg smurfig uit. We moeten Twijfel daar weghalen. Ah, ik hou van stormen. Oh, dit is echt leuk en smurfig. Nu zitten we allemaal hier. Gaan, Twijfel. Dan gaan we achter hem aan. Hé, wacht op mij. Ik kan niet blijven schoonmaken. Nou, waar is dat boek? Hier is het, mijn gouden toekomst. Wat doe jij met dat boek? Dit boek, afstoffen, zie je? Ik ga wel, sire. Nee, niks nodig. Auw, ik ben een stuk ongeluk. Heb jij die formule al? Ik doe mijn best, Gargi. Nou, schiet op voor je me verraadt. Auw, arm. Oeps. Sorry, Gargi. Nou, schiet op. Wat een geluk dat we nog geen moeilijkheden hebben. Je geluk is nu voorbij. Grijntje! Heb eens! Bah, weer zo'n waardeloze bal. Zal ik dan nooit in de toekomst kunnen kijken? Kijk wat ik heb, sire. Smurven, waar zijn die goed voor? Haal ze je weg. Wat zonde. Ik heb gehoord dat smurven soms de toekomst voorspellen. Toekomst voorspellen? Dat hoorde ik, sire. Maar alleen als ze energie krijgen van een bliksemschicht. Hier met die smurven. Ik bind ze vast in mijn uitkijktoren. Dan zijn ze dichter bij de bliksem. Dat zou ik ook doen, sire. Dit kan de uitgang zijn. Maar misschien ook wel niet. Ah, daar ben je. De smurven zitten vast in de toren. Ze kunnen ieder moment door de bliksem geraakt worden. Nou, dan ga ik er vandoor. Oh, de smurven zijn in gevaar. Misschien moet ik helpen. Maar als ik dat doe en hij pakt me, dan doe ik het niet. Ach, laat maar, red je eigen nek. Als je dat maar laat. Die smurfen zijn je vrienden en ze hebben je nodig. Oh ja, mooie vrienden. Ze lieten je alleen in het bos, hoor. Twijfel, ze hebben je nodig. Dat is zo. Ik moet ze redden. Je hebt de juiste beslissing genomen. Hé, ja, ik nam een beslissing. Ik geef toe dat ik twijfelde, Grijntje. Maar dat was dus niet nodig. Ik ben bijna trots op je. Ach, het stelde niks voor, Gargi. Ik fopte die rare peetvader met een zak smurven. Een zak smurven? Je bedoelt dat je de smurven had gevangen en ze toen weggaf?
Nou en? We hebben de formule. We zijn rijk. Wie kan die smurven wat schelen? Mij wel. Die kleine blauwe ellendelingen zijn meer waard dan alle goud. Daar gaan we weer. De toren is die kant op. Ik zeg aan je mond. Nog een stukje hoger en jullie hangen precies goed voor een blikseminslag. Wat is dat voor herrie? Wie waagt het hier mijn experimenten verstoren? Jij. En jij. Ik wil deze rommel graag opruimen voor niks. Beetvader, alsjeblieft, laat u het mij uitleggen. Ja, Beetvader, luister. Leg het mijn grachtmonster maar uit, waardeloze oplichter. Ja! Help! Help! Mijn vrienden, ik moet ze redden. Eens kijken of de bliksem al is. Wat is dat? Nog een smurf? Nu kan ik nog verder in de toekomst kijken. Twijfel! Twijfel, je redt ons! Niet voor lang. Kijk maar waar we in het dorp moeten blijven. Botige, houd dit end vast. Nee, Brilly, jij houdt dit end vast. Aan de andere kant. Begrepen. Smurfen, spring! Kom terug, kleine blauwe orakels. Domme dikhart, we kunnen niet voorspellen. Balthazar ziet wel het licht. Wegwezen hier. We kunnen die kant op. Of is die kant beter? Aan de andere kant. We zijn de smurven kwijt, maar ik ben nog steeds rijk. Nee, wij zijn rijk. Dat boek is ook van mij. Magische goudformule. Jammer dat het geen watervaste inkt was. Oh, die smurfen! Ik haat ze! Ik haat ze! Ik...